Hi, ik ben Jesse. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. En mij. Yay! Yay! In deze video ga ik laten zien hoe ik deze look op Serena heb gemaakt. Het is niet echt heel erg een tutorial video. Het is niet dat ik echt stap voor stap ga uitleggen. We gaan tussendoor een beetje praten en gewoon gezellig ouwehoeren. Dus heb je er zin in en ben je toch wel benieuwd hoe ik deze look heb gemaakt? Blijf dan kijken. Nou, ik ga als allereerst beginnen met de primer die ik altijd eigenlijk mee begin. Met de Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Het is gewoon een hele goede primer, vooral omdat we heel veel make-up mee gaan aanbrengen. Dus we hebben een goede primer nodig. Oh, lavendel citroen of zo. Ja, dat is super lekker. Maar iedere keer gaat mijn hele beautypen hier naar ruiken. En dan zit ik iedere keer nog gaan leven. Oh, dat is lekker. Maar het grappige, ik dacht je gaat het met je handen aanbrengen. Maar... alles met de beautypen. Ik doe helemaal niks aan mijn handen aanbrengen. Helemaal niks. Nee? Ik kan dat ook echt niet. Ik snap altijd niet dat mensen wat kunnen. Misschien is dat het, want zeg maar mij lukt het dus niet om zeg maar zoals jij je opmaakt te doen. Ik doe dus heel veel met mijn handen. Ja? En ik doe het misschien ook gewoon te lichtjes of zo. Het lijkt wel alsof het niet anders dan een natural look kan maken. Ik heb echt heel veel make-up op, hè. Van dat dichtbij kan je het wel zien hoeveel. Ik heb echt gewoon heel veel make-up. Ik zie jouw make-up tutorials wel. Dan denk ik, ja, maar dat is toch ook ongeveer wat ik doe of zo. Maar nee, kennelijk. Okay, nou, ik ga kijken wat ik er wel kan maken. Ja. Oké, ik ga jou een eigen foundation gebruiken. Omdat ik natuurlijk niet echt dezelfde kleur als hou. Dus het is de Charlotte Tilbury Magic Foundation. Yes. In de kleur 7. Dus nu wordt het dus een beetje spannend. Want ik kan niet heel veel van je foundation nog maken. Maar ik doe echt altijd 4 pompjes. Dus... oh, wacht. Dat is misschien het verschil. Ik doe 1 pompje. Oh, nou. Ik probeer niet zo dure foundation op te maken, maar ik dat mag wel. Hoe krijg je 4 pompjes op je gezicht? Oké, nee, weet ik niet. Ik ga gewoon altijd zo de in en dan. Nou, ik ga gewoon kijken hoe het bij jou is. Heb jij de nieuwe Urban Decay All Nighter foundation al geprobeerd? Nee, maar die wil ik heel graag proberen. Dat is gewoon concealer. Echt? Ja. Nee, want ik heb die andere, zeg maar, wel van Urban Decay, die zeg maar wat minder lichtdekt, ik weet niet hoe die heet. De Naked... oh, dat in die tube? Weightless. Nee, die ook in die spuiten ding. Nee, in die tube daar kan ik helemaal niks mee. Nee, dat is meer een BB cream of zo. Ja. Als ik dat ook doe, dan hebben we alsnog Kratereiland, zeg maar. Nou. Ja. Voelt het alsof je veel make-up op hebt, of voelt het gewoon normaal? Het voelt nu wel alsof ik heel veel make-up op heb. Ja. Nou, dat zal echt het verschil zijn, hoor. Ik denk dat het gewoon echt... veel meer is wat ik op mijn gezicht doe. Oh, het ruikt lekker ook dit. Heel, ja, poeder. Ja, het is van Filmar. Het was een goede. Ik zit ook in Utrecht, zit er een filiaal. Echt? Ja. Wanneer? Oh, dat heb ik trouwens gezien. Na 2 maanden of zo? Iets voor de zomer? Zit er veel Pokémon's in Utrecht? Ja? Ja! Oh, mijn gracht. Zit er maar 4 lures altijd aan? Daar was ik. Oh. Nou. En dan haal ik zeg maar de poederkwast, haal ik altijd die poeder eraf en dan breng je alles mooi in elkaar. Straks moet ik ook even naar die 2 gyms, hè? Want er zitten hier 2 gyms, die zitten ongeveer, ja, ik denk 20 passen van elkaar verwijderd. Dus als we de ene overnemen en de andere en daarna gaan we in, hè, hebben we 20 muntjes. Als dat ons lukt, als er niet al scholieren, hardcore zitten. Er waren al heel veel mensen daar, hoor. Echt van die kinderen, zeg maar. Willen die niet op school zitten? Maar mijn school is ook nog niet begonnen, die begint ook pas volgende week. Ja, maar hier is het zeg maar al begonnen, hier in Midden-Nederland. Dus... ik ga je wenkbrauw tekenen op de manier dat ik zeg maar wenkbrauw teken. Ja, ik vind wenkbrauw heel mooi. Dus ik ben benieuwd, ik heb het eigenlijk nog nooit zo bij iemand anders gedaan. Maar jij hebt van jezelf al heel veel wenkbrauw. Ik heb best wel... jij hebt een mooie vorm erin zitten, hoor. Ja, maar ik heb niet zoveel haartjes. Oh, maar mijn wenkbrauw gaat tot hier, dit hele achterste stuk is ook nep. Teken ik er ook bij. Hoe lang ben jij elke ochtend bezig met make-up? Hoe lang was je vandaag bezig? Een half uurtje. Echt? Heb je dit in een half uur erop kunnen doen? Wow. Maar ik weet precies wat ik moet doen. Dus ik doe heel snel achter elkaar rollen en dan... ja, ik doe er soms ook wel een half uur over, maar ik doe dan echt zo meteen ontbijten en Netflix kijken. Dus ik schiet het niet echt heel erg op. Maar soms ben ik ook echt wel een half uur bezig. Terwijl ik denk, jij hebt zeg maar 3 keer zoveel producten gebruikt. Dus dan zou ik het eigenlijk ook om 10 minuten moeten kunnen. Nou ja. Ik weet niet, ik doe het altijd heel snel. Mensen die kijken zo snel, maar ik doe bepaalde... als ik mijn wimpers eraf haal, dan is mijn look echt... dat je denkt van, oké, het is heel raar. Die wimpers, het wel af, die wimpers. Ja, die wimpers die doen het hem, zeg maar, voor de look. Dit vind ik een mooie tattoo. Dit is de laatste aanwinst. Oh, dit is ook je nieuwste. Hij is wel mooi.
Waarvoor die ook echt de meeste complimenten. Ja? Ga je altijd bij dezelfde? Ja, met het nutten ben ik altijd bij dezelfde geweest. Ja, in de buurt. Ja, nou, bang. Ik heb er eentje toen bij een andere laten doen. En die was ook meteen... Minder? Met, ja. Oh. Met hele dikke korsten kwamen erop. Oh. En, nee, dat was geen goede. Ik ga nu de oogschaduw doen met Serena. En ik ga daarvoor het Manny MUE van Makeup Geek Palette gebruiken. Dit is echt mijn favoriete palet. En hij is heel vaak, ik weet niet of je het kan zien, maar in ieder geval heel vaak gebruikt. En ik ga beginnen met deze twee kleuren en mix ik dan als transitiekleur. Manny vind ik ook echt super leuk. Oh, Manny is geweldig. Dicht open? Het dicht. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik heb ook niet zoveel ooglid als jij, zeg maar. Ik heb een beetje meer dat lichtelijke hooded eyes. Oh, maar ik vind wel dat je een mooie oog hebt, hè? Nee, jij hebt mooie ogen, ik heb jouw ogen. Ja, ik ben met mijn oogkleur ook heel warm. Ik wil heel graag, als ik ooit mijn wenkbrauwbot ga laten opereren, zeg maar. Ga je dat doen? Nou, ik wil het wel gaan doen, omdat ik heel erg die bobbel hier heb. En dat hebben, zeg maar, dat is een heel erg mannelijk kenmerk in het gezicht. Dat vrouwen hebben dat niet. Oh, oké. Okay. Dus ik wil dat heel graag, zeg maar, dat wenkbrauwbot laten schaven. En dan wil ik hier heel graag mijn wenkbrauwen zelf ongeveer 3 mm omhoog, zodat ik meer ruimte heb tussen mijn ogen. Oh, ik snap het. Dat zeg maar dan tegelijk, als het afschaven, dat ze ook meteen ietsje hoger bij het, zeg maar, ik weet niet of je zegt, dichtnaaien van je hoofd, dat ze hem iets stukje eruit halen, dat ze hem ietsje hoger zetten. Ik wist niet dat dat kon, joh. Alles kan. Ja, dat is ook alles zo. Alles kan, echt hoor. God. Maar dat is iets wat jij het liefst zou willen op dit moment? Ja. Zo'n operatie met je wenkbrauwen? Nou, mijn wenkbrauwbot is nog niet eens het extreemst, maar mijn kaak en mijn kin die mij echt het meest hinderen, zeg maar, als ik naar mezelf kijk in de spiegel, als ik mezelf opmaak. En zou je dat niet met fillers of zo kunnen doen? Nou, ik heb een keer ben ik naar zo'n plastic chirurg geweest en toen zei ik dat ik mijn gezicht te mannelijk vond, dus en zo. En die begon toen over dat hij mijn hele gezicht wil volspuiten met spieroplossers en fillers en botox en dingen, om alles in proportie te brengen en zo. Ding. Nou, toen dacht ik, doei! Ja, maar dat moet je ook blijven doen natuurlijk. Ja, ik wil gewoon echt een operatie dat ze echt van het bot gaan weghalen, het dichtmaken en dat ik dan in principe er nooit meer... Ja, precies, ja. Maar daar ben je er wel vanaf. Nou ja, dat vind ik nog niet zo pijnlijk, denk ik. Ik kan straks na mijn operatie van mijn kan 3 maanden niet zitten. Dan moet ik op zo'n luchtbandje zitten. Dat lijkt me pijnlijker. Ja. Oh my god. Ik ga echt janken. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dat niet wil opereren, je geslacht. Er zijn nog wat waarschijnlijk die ervoor kiezen om het niet te doen, maar ik voel ik, zeg maar, ik wil echt vrouwen zijn, zeg maar. Ja, en ik snap, zeg maar, beide keuzes snap ik. Ja. Ja. Het is voornamelijk voor mij, ik heb zoiets van, ik heb er nu 20 jaar mee geleefd, maar ik heb er eigenlijk nooit echt last van gehad. Ook niet dat ik daarna, dat ik zeg maar toen ik er net mee kwam, dacht ik van ja, weet je, ik heb er 19 jaar mee geleefd, prima, het is niet irritant dat ik er zit. Alleen ik begin het nu steeds irritanter te vinden en ik begin nu steeds meer te ergeren aan hoe ik eruit zie, omdat ik gewoon, nu heb ik zoiets van, ik wil gewoon nu... Vrouwen, ik ben nu klaar voor het moet. Ik snap wel dat de buitenkant, of dat je wil dat de buitenkant de binnenkant matcht, zeg maar. Dat snap ik wel. Ja, maar het is echt wel, het is echt een switch voor mij geweest. Ook, het begint mij nu echt te irriteren. Ik denk van, ja jongens. Nu mag het ook wel gewoon. Ik ben daar een beetje klaar mee. Hup, hup. Nee, dat kan ik ook wel begrijpen. Maar het lijkt me gewoon een hele heftige verandering, zeg maar. Ik denk dat ze gewoon normaal. Maar het kan ook wel echt een opluchting zijn, denk ik dan op een gegeven moment. Dat denk ik ook wel. Ik ben in ieder geval blij waar ik nu al ben, ook al het, zeg maar, is het nog zo te vuur, zeg maar, ik vond het tegenslagen en het zo lang duurde, ben ik heel blij met waar ik nu ben. En ben ik heel blij met de, zeg maar, de sport die ik achter me sta, niet alleen van mijn vrienden en vrienden, maar ook echt van, zeg maar, dit allemaal, ja, die precies. Allemaal kijken en die echt gewoon dagelijks berichtjes sturen met, wat ben je goed bezig en we zien het verschil. En ik denk ook wel dat er heel veel jonge kijkers misschien zijn, of jongere kijkers, die misschien hetzelfde voelen en die alleen maar inspiratie, of zeg je dat? Ik heb wel vaak berichtjes gekregen hoor, van mensen zo van, ik denk dit, alleen ik weet het niet, zou jij me kunnen helpen? En dan, meestal ga ik er dan op in en dan ga ik gewoon vragen van, wat voel je en hoe en wat, en dan ga ik er, zeg maar, of ze daar een beetje mee proberen te helpen. Ja. Ik probeer echt, zeg maar, zoveel mogelijk mensen ermee te helpen, om denk ik denk echt dat er veel meer mensen zijn die ermee zitten dan wij denken. Tuurlijk. Maar weet je hoeveel mensen ook niet veel uit durven te komen met familie en met dingen. Nou, ik heb zo'n geluk gehad in mijn situatie. Dat moet je helemaal niet willen, jullie. Die... Oh. Hoe is het bij jou gekomen? Of hoe heb je het echt maar tegen je vader verteld bijvoorbeeld?
Mijn vader ben ik gewoon naast van zitten. Pak, ik even met je praten. Ja, oké. En toen heb ik gezegd van, ik heb er zo met mijn zus van Amy over gehad. En ik ben er voor mezelf over uit dat ik heel graag een vrouw wil worden. En toen kwam de eerste reactie. Al? Echt zo. Echt, hoe mannen alleen kunnen reageren. Oké. En maar daarna wel gewoon, mijn vader heeft echt heel goed op gereageerd. Ik zou wel echt vragen stellen en daarna stond hij ook op. En daarna gaf hij me een knuffel en zei dat hij van me hield. Wel echt gewoon. Oh, zoals je hoopt dat het gaat. Ja, mijn vader die accepteert het ook echt. En mijn vader die staat ook echt helemaal achter. Maar natuurlijk, eng en spannend. En wat gebeurt er met je kind? En wat gaat je kind zeg maar zichzelf aandoen? Weet je, dat weet je niet. En dat is natuurlijk ook hartstikke eng. En dat snap ik alleen. Ja, soms heb ik heel vaak dan verwacht ik echt een hele erge support van wat goed, terwijl zeg maar familie die kan niet alleen maar denken oh, wat goed, en de familie denkt ook echt van oh god, wat gaat er gebeuren, gaat het wel goed en zo en zo, dus dat misschien snap ik. Misschien zorgen maken, dat zou ook kunnen. Ach ja, ik heb geluk met mijn situatie en met hoe het allemaal voor mij uitziet. Ik heb echt heel geluk. Ja, ik denk ook dat heel veel mensen zijn die niet zo goed worden opgevangen door vrienden en familie. Dat is heftig hoor. Hoe eerder je het doet, hoe langer je kan leven zoals hoe jij je voelt aan de binnenkant. Ja, maar dit is echt, het klinkt echt heel stom en elk transgender zit waarschijnlijk zeg maar, dit is echt de beste keuze die ik ooit heb gemaakt voor mezelf. Ik ben zoveel gelukkiger en zoveel meer mezelf. Ik was vroeger altijd echt dat ik dacht, want ik wou altijd natuurlijk wel altijd hebben wat mijn zus had. Ja. Ik wou altijd hebben wat mijn zus had. En dan ging ik weer dingen, ging ik uit de kamer, ging dingetjes jatten en zo. En dan ging ik op mijn eigen kamer weer spelen. Dan ging ik dit balletjurkje aan doen als er niemand thuis was en zo. En ik schaamde me er zo voor, omdat ik in mijn eigen hoofd dacht van, dit hoort, dit kan, ik ben een jongen en ik doe de meisjesdingen. Dat moet ik heel erg achter gesloten deuren doen, zeg maar. Dat kan helemaal niet, weet je. Dat moet ik helemaal niet willen. En nu dat ik gewoon echt ervoor uit ben en iedereen het accepteert en dat ik niet als ik een keer een strakke broek heb dat ik thuis kom dat ik bang ben voor de reactie van mijn ouders, weet je, dat is zo fijn en zo'n opluchting en ja, dat gun ik iedereen. En daarom wil ik juist mensen met mijn verhaal proberen te helpen ofzo, dat mensen mijn verhaal kijken en denken van maar dit heb ik precies hetzelfde en daardoor er voor uit durven te komen, want dat was mijn beste. Ik vind het ook leuk dat jij zegt van met mijn huid zou ik eigenlijk geen huidleg moeten doen, maar ik vind het gewoon mooi, dus ik doe het toch. Ja, nou, ja, nee, maar het is, ik heb zoveel textures en je ziet als ik highlight op ben, ik maak een goede foto. Maar al mijn foto's op Instagram, trouwens, voor wie het nog niet weet, zijn zwaar gefacetuned. Want ik haal gewoon over mijn hele huid, haal ik alle texture weg. En dan ziet het heel mooi uit. En met al mijn textures ziet het wat minder mooi uit, maar. Nou, ik vind het niet stond hoor. Ach, nee, maar dat vind ik ook, weet je. Want er zijn gewoon inderdaad geen regels, toch? Met natuurlijk make-up. Niet, nee. Je moet gewoon doen wat je mooi vindt. Nou, we zijn nu klaar met de ogen. De ogen zijn helemaal done. En nu gaan we nog even het gezicht wat meer bronzen en highlighten en Bank. Afmaken. Dan de lippen nog. Nou, en dan, ja. Ik vind het echt heel mooi. Dat is mooi. Dat was de bedoeling. Je hebt ook best wel een kleur gebruikt die veel mensen misschien een beetje eng vinden. Een beetje zo'n rood-paarsachtige kleur. Ja, dat is zo mooi. Ik vind het ook echt heel goed staan. Larissa gebruikt nu ook meer oranje in de ooglooks. Omdat ze in een video van jou had gezien dat dat heel mooi is bij groene en blauwe ogen. Ja, klopt. Als je groene en blauwe ogen hebt, moet je echt oranje en van die terracotta-achtige kleuren. En ja, en een beetje nude. En, maar als je echt vol oranje, echt gewoon een vol oranje, fel oranje kleur. Als ik die aan mijn oog, arcadeboog aanzet als transitiekleur, dan zijn mijn ogen zo blauw. Mooi. Dat slaat dan. Maar natuurlijk de meeste reacties over mijn ogen krijg ik ook als ik oranje oog schilder. Ja, mijn ogen. Oranje. Ik heb zulke blauwe ogen. En dan denk ik, het valt wel mee. Ik maak het even heel blauw door die oogschaduw. Ja, of oranje. Je maakt ze blauw, ja. Maar ik denk dat oranje best wel een soort van kleur is die niet veel mensen zouden gebruiken, maar... Nee, maar ik vind oranje ook alleen maar mooi voor oogschaduw. Ik zou nooit een oranje shirt aan doen. Zo. Nee, precies. Maar dan heb je weer zo'n hup Holland hup gevoel, heb je dan. Ja. Dan ga ik met dit hele strakke platte penseeltje, ga ik haar contour even helemaal strak en netjes maken. En dan gebruik ik Fix Plus poeder van MAC voor. Oh, ik ben benieuwd hoe je dat gaat. En ik zet gewoon meestal van het midden van je oor en dan naar beneden en mond en dan beneden uitvragen. En dan wordt je contour heel strak. En dan blend je het straks nog een beetje de hele harde lijn en dan is je contour aan fleek. Hoe moet je dat dan zeggen? Dus daar gebruik je deze kwast voor? Oké, die moet komen. Ja. Deze kost gebruik ik echt puur alleen daar. Deze is van de Boozy Shop, de Flat Contour. Okay. En nu gaan we dus
highlighten met de champagne pop van Becca. En... ik zie zelfs een lichte tan bij jou ontstaan. Wat goed. Je ziet hier zo die rondjes een beetje zo toch erin. I know. I know. Oké, mag jij even die kant kijken? Ja, ik doe mijn haar altijd extreem. Ik ga het gewoon niet. We gaan het toch zo afhalen, dus ik ga het gewoon lekker. Dat is een aardige highlight. Het erge is dus, ik heb mijn bril niet op, dus ik zie mijn gezicht heel vaag. Van deze afstand. Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi. Maar ik heb echt hele mooie lipbenen. 1 plus 1 is, ik ben heel jaloers op Serena. Maar echt. En dan, omdat het gewoon kan en omdat ik het gewoon ga doen, gaan we nog een highlighter aanbrengen. Nog één? Ja. De overheen of de boven of de boven. De overheen en dan pakken we... de, als je echt een hele, hele heftige highlighter wil hebben, dan moet je dit paletje van Sleek kopen. Dit is de Solstress palet. En dan heb je 4 kleurtjes, 3 poeder en 1 soort cream. Die cream die gebruik ik niet, dat doen we gewoon niet. Maar in ieder geval, die 3 zijn extreem. Maar het zijn echt bizarre kleuren. Lila, geel en oranje. Geel en oranje, inderdaad. Maar ja. Welke? En dat? Als ik nu dan, ik ga deze 2 voor jou een beetje mixen, okay. Maar niet te veel. Want anders, En dan echt goed. Heftig op het hoogste puntje, een heel klein beetje hiervan. En dan... oh. Hij is echt heel heftig. Ik ben heel benieuwd. Ja, en dit is dan de perfect... wauw. Ik zie volgens je, mij even... zie je niet zo'n wit stipje? Ik zie echt zo'n wit vlak of zo ontstaan. Ja. Als ik dat zo doe en dan... heel mooi. Bam! Ja. Voordat ik de lip op doe, gaan we helemaal sprayen met een fixing spray. Maakt niet uit welke fixing spray dit geeft. En want ik doe natuurlijk, zoals je hebt gezien, hoeveel ik bij jou heb opgedaan. Ik doe altijd heel veel make-up op en ik word altijd heel poederig. Dus toen doe ik dit heel veel over mijn gezicht heen. Dan wordt het poedereffect natuurlijk minder, maar dat weet je natuurlijk. En dan wordt de highlighter nog extremer en alles blendt gewoon mooi. Dus, oké. Adem in. En dan moet je echt goed. Kan je zoveel over je gezicht heen sprayen. En je voelt... je gezicht heel raar nat aan. Het is alsof ik heb gedoucht. Maar uiteindelijk, en dan droogt dit op en dan blendt alles dus heel mooi met elkaar. Ik doe dus altijd gewoon maar 3 spreetjes, maar 10 kan dus... de highlight is nu nog heftiger op camera. Het is nu echt... en dan de lippen. Yes. En voor lippen gaan we Jeffree Star Liquid Lipstick in een Rose Matter aanbrengen. En dan ben je eigenlijk al klaar. We zijn klaar. Mijn haar los. Je haar los. Oh my god. Oh my god. Wauw. En nu ben je full glam. Ik ben echt full glam. Ik voel me nu echt zo'n murker. Zo'n vrouw, weet je wel, uit Amerika. Oh ja, ja, ja. Dan zijn maar zo, het staat je heel goed. Het ziet echt heel mooi uit. Het ziet echt heel goed. Wauw, ik vind het heel mooi. Ik zal even een close-upje doen. Ja. Nou, en dit is dan uiteindelijk de look die het is geworden. Ja, het is niet echt heel erg een tutorial geworden. Het is meer gewoon een beetje praten en leuk en gewoon gezellig, ouwe hoeren. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk vonden. Ja, ik vond het heel leuk om eindelijk eens een keertje door je opgemaakt te worden. Want ik vind altijd dat jij er zo mooi uitziet. Oh. En nou, wat ik dus al zei, ik krijg het bij mezelf gewoon niet voor elkaar. Maar de truc is dus gewoon, van alles 4 keer zoveel. Ja, gewoon als je denkt, oh dit is wel heel veel, gewoon nog meer doen. Ja. En als je het dan te veel hebt, kun je dat nog uitblenden. Want jij doet ook inderdaad 4 highlighters en nepwimpers en zo. Dus gewoon lekker over de top. Ja. En dan krijg je, en dan krijg je een full glam look. Dus ja, ik vind mezelf helemaal glam. Alsjeblieft. Heel erg bedankt dat je op mijn kanaal was. Ik vond het heel leuk, ik vond het heel gezellig, een leuke ervaring. En ja, dat was het. Dat was het. Dus vond je de video leuk? Geef me even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten wat jij van dit prachtige gezicht en een prachtige creatie vindt. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei! Ook een look met de producten die je gaat krijgen. En eentje is een wat kleinere giveaway, gewoon een leuk schattig pakketje. En die ga ik alleen via Instagram laten lopen. Maar ik ga op Snapchat laten zien wat er allemaal in zit. Dit is mijn Snapchat en ik krijg heel vaak de vraag, ik snap je Snapchat nou niet, waarom heb je die Snapchat?